het zuiden? En waarom blijven anderen juist hier? Onderzoekers zouden het graag willen weten. Nou, met dat onderzoek worden ze geholpen door enthousiaste vrijwilligers. Ze tellen de ooievaars. En die vrijwilligers weten precies waar ze de dieren kunnen spotten. Normaal gesproken vindt Arda de eerste ooievaars dicht bij huis. Ideaal, hè? Je eigen nest in de tuin. Alleen helaas zit er niks op nu. Het is te koud. De meeste ooievaars zijn nu toch niet echt in de buurt van hun nest, maar komen een beetje bij elkaar in grotere groepen op plekken waar voedsel te vinden is. Dus zoekt ze verderop in het dorp. Nou, dat is leeg. Zo. Ieder jaar telt Arda de ooievaars bij haar in de buurt en ze heeft zo haar vaste plekjes. Dit is het oudst bewoonde nest van Ankeveen. En normaal gesproken overwinteren ze hier echt elk jaar. En ik heb ze hier gisteren nog gezien. Dus ze zijn waarschijnlijk eventjes verderop. Door de kou moeten de ooievaars harder zoeken naar eten. Vroeger kozen ze er daarom voor naar Afrika te gaan. Klimaatverandering speelt daar een belangrijke rol. Want ondanks het feit dat we nu wel in een winterlandschap staan, hebben we natuurlijk niet echt meer die strenge winters die we in het verleden wel hebben gehad. Dat het dit jaar zo koud zou worden, konden de vogels niet voorzien. En voor vertrekken is het nu te laat. Dus klitten ze bij elkaar op plekken waar wel eten is. Heel veel ooievaars die vliegen soms ook richting de afvalverwerking. En die pikken daar toch ook wel het een en ander mee. Arda heeft voorlopig nog geen ooievaar gezien. Misschien dat ik nog even richting Avifauna Alphen ga. Want daar ring ik ook vaak. Dus dat vind ik ook wel leuk om daar even te gaan kijken. Maar het is niet zo dat ik het hele land af ga rijden. Want we hopen dat overal in het land mensen hun ooievaars melden. En dan op de valreep. Goed van je dat je dat zag. Kan ze toch nog twee meldingen doen? Ze zijn dus aan de slootkant aan het pikken. Ja, dan pikken ze dan toch slakken of kevers of... Ja, zeg het maar. Je ziet dat ze voortdurend wel wat oppikken en in hun snavel mikken. Ook morgen kunnen mensen nog ooievaars tellen. Ja, leuk. Nou, een mooie afsluiting.